Single 39, de nieuwe feel-good film met Lies Visserdijk en Waldemar Torenstra, gaat vanavond in première hier in Tuschinski en wij staan aan de loper. Ik ben Mo. Ik heb een ongewoon beroep. Ik snij mensen open en sleutel aan hun belangrijkste orgaan. En ik heb het allemaal heel goed voor elkaar in mijn leven. En ik vind dat ik het in mijn eigen hoofd ook heel goed voor elkaar heb allemaal. En ik denk altijd na voordat ik iets doe. Ik ben heel verantwoordelijk. Is altijd degene die s'avonds de asbakken opruimt en de glazen omspoelt. Er zou ook wel wat liefde in het leven mogen komen. Ja. Iets meer gevoel, iets meer van de andere kant. Ja? Ik ben Max. Monique. Je woont hier? Ja. Nou, dat is mooi, want daar wil ik het graag even met je over hebben. Ik wil het graag huren. Waldemar die speelt Max en die komt in Lies leven. Eigenlijk komt zij in mijn leven, maar ik mag bij haar wonen. I play a surgeon. I travel a lot. I live in Brussels. I work in a Brussels hospital. And I'm married and Moo is my mistress. Only three people see it anyway. Me, my wife and you. Ik ben haar vader. En ik ben zijn dochter. Ik speel een vrouw die via een soort datingsite voor mensen die kinderen willen krijgen, maar geen partner hebben, Max tegenkomt. Dit is Marleen trouwens. Hallo, ik ben Monique. Jij bent de buurvrouw. Ja, zeker. Ik ben ook de buurvrouw, ja. Ik ben een gepensioneerd medicus, chirurg zelfs. En ik ben daar natuurlijk heel trots op. En ik ben ook heel trots op dat heel andere dochtertje die een hele andere kant op gaat. Ik was allemaal wel heel erg overwacht hoor. Het is zo fucking plotseling dit gebeuren. Maar hoe plotseling is het dan? Nou ja, niet dat het condoom scheurde of iets dergelijks. Maar ja, we waren nog niet bepaald aan het mikken of zoiets. En dan ontstaat er eigenlijk een soort symbiotische relatie waarin we eigenlijk heel veel voor elkaar voelen. Maar omdat we allebei op mannen vallen, is er niet de standaard normale relatieklik. En hoe ga je er dan mee om met verwachtingen die je hebt in het leven? Ja. Wat betekent vriendschap voor jullie? Ja, dat alles overstijgt. Dat zeg je eigenlijk zelf al. Ik zeg altijd ook tegen mijn kinderen, je familie en je vrienden gaan je hele leven mee. The most important thing for me is to pay attention to your friends. Yeah. And not only to your friends, but to have attention to other people. Okay. Ik heb hele fijne vrienden om mij heen. Grote vriendengroep bestaande uit vrouwen, maar ook mannen. Ik heb vriendinnen die ik al heel lang heb, waar niks overheen kan, omdat we elkaar al kennen van toen we nog heel jong waren. Pure liefde is dat. Ik ben echt inderdaad niets zonder mijn vrienden. Ik ben zo verliefd ook op ze, dat ik zo vaak gewoon kapot wil knuffelen. Als je niemand hebt bij wie je iets kwijt kan en niemand hebt met wie je lol kan maken en kan huilen, dan moet je het maar een beetje alleen doen. En voor de een is dat een hond en voor de ander is dat een mens, maar ik denk dat iedereen dat wel fijn vindt. Dus besef me altijd weer dat ik soms te weinig tijd voor mijn vrienden maak. En dat het leven toch heel erg gaat om dingen delen. En dat doe je voor een deel met je, in dit geval met mijn gezin en met mijn familie. Maar ook vrienden, net wat Lies zegt, die zullen altijd meegaan, in ieder geval heel lang. Vriend die echt voor je, voor je werkt en voor je grient, hè, schreef Toon Hermans. Die voor je bidt en voor je grient, dan kun je zeggen, ik heb een vriend.